Hallo YouTube. Ik vertelde laatst in mijn omgeving, in mijn vriendenkring. Ja, ik heb ook vrienden en familie. Dat ik hier op YouTube een vergelijking doe met allerlei soorten drankjes en zo. En energiedrankjes. Maar toen vertelde ze me laatst, ja, dat is allemaal wel leuk, maar dan moet je ook de drankjes testen die waar het eigenlijk mee begonnen zijn. Een aantal jaren geleden. En ze hebben gelijk. Dat is waar. Ze hebben gelijk. En dus, ja, laat ik het maar eens proberen. Ik heb dus gekocht. Een energiedrank. Ik heb dus gekocht. Nog een energiedrank. En nog een. Drie verschillende, maar met dezelfde smaak. Citrus. En als ik me goed kan herinneren was Aquarius was een van de eerste met deze smaak. En toen het voor het eerst uitkwam, zat het in een leuk flesje en dat heb ik eigenlijk niet meer gezien. Nu zit het in een soort gelijke fles als deze dan. Maar ik heb voor een blikje gekozen omdat het anders veel te veel is. Nou, de smaakvergelijking dan maar. Goed, oké, okay. Ze hebben erom gevraagd, dus laat ik het maar doen dan. Hè? De goedkope eerst maar even. Ruikt lekker. Ik zal er ook even een glaasje bij doen. Laat ik me eens even inschenken. Zo. En deze is. Erg citrusachtig. Ja. Ja, ja. Beetje bitterzoet, zeg maar. Ja. Zonder prik. Drinkt lekker weg. Dat is goed te doen. Ja. De volgende. De Aquarius. Ja, hij ruikt heel anders. Ja. Proost. Ja, dat is heel anders, ja. Ook weer zonder koolzuur. Ja. Nou, de extra.
Proost. Ja. Deze twee lijken heel erg op elkaar qua smaak. Het is, het hangt heel erg aan elkaar. Een lemon smaak, citroenachtig. En wat dit blikje betreft, het goedkoopste blikje, heeft het meeste smaak. En smaakt niet alleen maar citroen, maar eigenlijk een combinatie van alle citrusvruchten, zeg maar. Het staat er ook op trouwens. Grapefruit, sinaasappel. En citroen. Ja, dat wat mij betreft is dit blikje nummer 1. De Aquarius staat dan op nummer 2. Deze is Dextran op nummer 3. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg persoonsgewijs natuurlijk. Hè. Smaken verschillen. Ja, wat kan ik er meer voor zeggen? Ik denk als je het iets gekoelder zou drinken, dan smaakt het waarschijnlijk heel anders. Of niet. Dat kan ook, ja. Dit was Goliath Angelus. Ik wens u veel kijkplezier. Doei.